Nou, hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb laatst op Instagram gevraagd naar wat jullie willen zien op YouTube. En er kwamen heel veel mukbang reacties en heel veel Q&A's. Dus toen dacht ik, hey, ik doe het in één keer. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik wilde eigenlijk sushi halen, maar het is 12 uur 's ochtends, dus er was geen sushi toch? Logisch. Dus toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk wel zin in gebak. Dus heb ik wat gebak gehaald. Dus dat ga ik ondertussen eten. En dan jullie vragen beantwoorden die jullie op Instagram hebben ingestuurd. Er zaten wat vragen bij dat ik dacht, nou, normaal zou ik die skippen. Maar ik dacht deze keer, ik ga ze gewoon beantwoorden. Dus be prepared. Oké, we beginnen. Nee, we beginnen eerst hiermee. Wat vind je van je fanaccounts? Hartstikke leuk. Het is al eerder gevraagd, maar ik vind het altijd toch wel leuk om deze te beantwoorden. Omdat ik het zo tof vind dat mensen zoveel energie en tijd steken in het maken van mega leuke filmpjes. Gewoon van mij. Dat is nog een beetje raar om te beseffen. Maar ik vind het echt mega tof. En ik vind het ook super leuk om te zien hoe dan fans ook elkaar supporten met alle creatieve dingen die ze maken. Dus hartstikke leuk. Wanneer komt je nieuwe single uit? Ik weet eigenlijk wel zeker dat die nu al uit is. Dat is namelijk het menu. Hopelijk hebben jullie hem allemaal gehoord. Zo niet, stream hem allemaal. Nu staat hij online. Nu de video online is. Wat dacht je toen je niet doorging bij de volgende ronde bij de Voice of Holland? Ja, balen. Maar ik heb altijd gezegd van, en dat is niet bescheidenheid, niks. Ik dacht echt van, mijn doel is de battles halen en verder zie ik het allemaal wel. En het hele avontuur was gewoon zo leuk. Ik zat in de halve finale en ik had zoiets van, jongens, mijn tijd zit erop. Het is wel genoeg. En ik gunne het Emma heel erg. Tuurlijk wil je de finale halen en wil je winnen en weet ik van allemaal wat. Maar ik was eigenlijk best wel oké. Ik heb ook niet gehuild, niks. Ik was echt mega oké eigenlijk. By the way, sommige van jullie zullen echt een paar maanden terug heb ik ook een Q&A opgenomen. Dus die zullen misschien wat vragen herkennen. Want er zijn heel veel dezelfde vragen daarvan ook ingestuurd. Dus ik zal sommige herhalen, maar toch wilden heel veel mensen het weten. Dus ga ik ze toch weer even opnieuw vertellen. Wat is je grootste droom? Mijn grootste droom... even denken. Mijn grootste droom is denk ik gewoon leven van performen, leven van liedjes maken, leven van filmpjes maken. Ik vind zoveel dingen leuk. Ik zou ook nog heel graag eens een kijkje willen nemen in de acteerwereld en de presenteerwereld. Of het inspreken van dingen. Ik vind heel veel dingen leuk, zeg maar. En ik vind ook, ik ben ook blij voor mijn gevoel of je tegenwoordig niet meer echt te kiezen. Van, oh ja, maar als ik zing mag ik niet acteren of weet ik veel wat. Dus ik ben heel erg benieuwd naar hoe ik dat allemaal vind en of ik dat überhaupt kan. Maar dat is mijn grootste droom, om echt te leven van nou ja, dingen die ik te gek vind om te doen. Wow, ik vergeet even wat te eten. Dat is ook voor het eerst. De juicy vraag komt nu ook, dus ik neem nog even een hapje. Oké. Normaal eet ik dit dus echt als een soort slachthuis. Oh ja, dat doe ik wel. Ik eet dus wel altijd eerst dit. Is dat raar? Ja. Oké. Oh, dit is volgens mij zo vet dit. Maar zo lekker. Ik ben er nog niet naar voor wacht. Dus je vraagt die heel vaak voorbij is gekomen. Ik vond het eerst nooit zo nodig om het te beantwoorden. Maar ik denk, hè, als jullie er blij van worden. Dat is, op welke leeftijd ben je ontmaagd? Ik was 16. En het was gewoon door mijn vriend. Niks te geks. Dus al jullie wilde verhalen zijn niet de waarheid geworden. Ja, dat was eigenlijk niet heel bijzonder. Oh nee, dat is ook lullig om te zeggen. Nee, God, dat is lullig, zo bedoel ik het niet. Maar het was niet op een mega gekke plek of zo, in een vliegtuig of in het bos. Dat was gewoon normaal, zeg maar. Oh, dat glazuur vind ik ook zo lekker. Oké. Ga je nog een keer meedoen aan een programma, het Songfestival bijvoorbeeld? Dat is wel grappig, want Ayoub en ik hebben het daar meer voor de grap, maar heel vaak over gehad. Van stel, we worden gevraagd met z'n tweeën om aan het Songfestival mee te doen. Dan zouden we dat zo te gek vinden. En verder, Dance Dance Dance. Ik weet niet of dat nog op de buis komt, maar dat is altijd echt iets geweest dat ik dacht, dat lijkt me zo te gek. Dus ja, dat lijkt mij heel erg cool. Beste Zangers lijkt me ook heel erg leuk. En dat was het wel. Ik zou denk ik niet meer aan een talentenjacht meedoen. Dat heb ik ook wel vaker gezegd. Ik zou niet meer aan de Voice meedoen. Omdat ik ben zoveel verder gekomen dan ik had gedacht. En ik heb zo'n te gekke ervaring gehad dat ik het niet het idee heb dat er nog iets aan kan tippen. Dus dan zou ik dus eigenlijk, als ik mezelf overtreffen, de finale moeten halen. Dat is een beetje onrealistisch. Next. Ben je gelovig? Zag ik ook een paar keer voorbij komen. Ik ben niet gelovig in de zin van dat ik in een god of zo geloof. Maar ik geloof wel dat er iets is. Ik kan daar best wel lang ook over nadenken. Ik geloof niet dat je doodgaat en dat er niks is. Dat kan ik niet. Dat denk ik niet. Dat geloof ik bijna niet.
Dus dat. Noem één ding dat nog op je bucketlist staat. Die zag ik ook heel voorbij komen. Ja, ik ben een beetje saai. Ik heb niet iets van bungee jumpen of uit een vliegtuig springen dat ik denk, wauw. Echt totaal niet. Echt niet gewoon. Ik zou heel graag nog, dat zou ik echt nog heel graag willen doen, is een liedje samen met mijn vader willen maken en uitbrengen. Dat is ja, niet echt een mega groot bucketlist ding voor anderen waarschijnlijk. Maar voor mij is dat wel echt iets dat ik denk, dat lijkt me zo te gek om te doen. Dus dat zit er vast wel aan te komen. Wanneer besloot je mee te doen aan The Voice en moest je er lang over twijfelen? Ik moest er wel lang over twijfelen, maar het is een beetje anders gegaan bij mij. Ik heb me een paar jaar geleden zelf aangemeld en toen was ik heel zenuwachtig en heb ik alles een beetje op safe gespeeld. Dus vrij makkelijke liedjes om eerlijk te zijn. En tenminste, ik denk dat het daaraan lag, want toen ben ik niet doorgekomen tot aan de Blind Audition. En toen dit seizoen ben ik benaderd. Ze benaderen af en toe wat mensen en bij mij was dat via mijn Instagram. Ik had heel veel filmpjes daarop staan. Toen hadden ze me gebeld en gezegd van joh, zou je het leuk vinden om een keer langs te komen om een vooraudititie te doen. Dus ik moest wel gewoon auditeren. Maar ik heb dus wel getwijfeld omdat ik dacht, ja weet je, de vorige keer ging ik niet door. Wat als dat niet lag aan dat ik het op safe speelde, maar gewoon dat ze het niet goed genoeg vonden. Ik dacht van, hoe ga ik nu dan wel in één keer verder komen? Ik ben nogal blij dat ik toch heb meegedaan. Wat is het belangrijkste in het leven voor jou? Dat vond ik ook wel een diepe vraag. Dat vind ik ook altijd een beetje een moeilijke vraag. Ik denk heel ruim en dat is gewoon dat je je gelukkig voelt. Ik denk dat als jij jezelf gelukkig voelt, dat er gewoon lekker in je vel zit. Dat zo'n difference maakt ook over je omgeving. En ik denk ook dat het belangrijk is dat je ook met mensen omringt die lekker positief zijn. Ik heb dat altijd van, tuurlijk is iedereen wel eens negatief. Maar ik ben iemand die me niet graag omringt met mensen die altijd wel wat te zeuren hebben. Want dat echt, dat zorgt ook zo erg dat je zelf een beetje in die vibe gaat zitten. Dus ik denk dat het belangrijkste in mijn leven is gewoon je lekker omringen door positiviteit. En ja, je gewoon lekker goed voelen en goed in je vel zitten. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor mij. Heb je autorijbewijs? Nee. Ik ben wel bezig. Ik ben bij les 7, denk ik. Ik ben laatst voor het eerst op de snelweg geweest. Ik vond het nogal spannend. Het komt vooral door mijn moeder. Sorry mam dat ik dit zeg op YouTube. Maar mijn moeder durft niet op de snelweg te rijden. Al heeft ze laatst voor het eerst in 21 jaar op de snelweg gereden. Ging heel goed. Ik zat met haar in de auto. En ik leef nog. Ja, omdat zij het zo eng vindt, vind ik het ook wel een beetje eng. Maar het viel me reuze mee. En diegene, mijn rijinstructeur... Shh. Ik zit in een video. Rude. Mijn rijinstructeur die deed bijna alles. Ik had alleen gas ingedrukt. Ik heb in 113 km per uur in z'n 3 gereden. Het is geen een nieuw record voor de auto te zijn. Arme auto. Maar nee, ik ben nog niet zo ver met rijles. Weer een juicy vraag. Nou, niet zo juicy. Heb je ooit gerookt? Ja, ik heb wel eens gerookt. En dat vind ik nu prima om te zeggen, omdat ik rook niet meer. Verschillende redenen. Dat is natuurlijk hartstikke slecht voor je. Je tanden worden geel, je gaat stinken, het is mega duur. En ik heb vooral op een gegeven moment, ik rookte niet veel, maar op feestjes rookte ik wel eens. Echt zo'n feestjesroker, niet trots op. Maar ik merkte heel erg dat de dag daarna, als ik had gerookt, dat ik ben ook nogal schreeuw lelijk. Dus dat in combi met roken, dat ik heel erg schor was en niet meer helemaal mijn stem had. En ik vind zingen natuurlijk helemaal te gek. Dus toen dacht ik, ja, waarom doe ik het eigenlijk? Dus toen ben ik gestopt. Ik heb nooit vast gerookt, maar toen heb ik het niet meer gedaan. Oh. Auw. Where was I? Heb je ooit iets gebroken? Been of arm of zo? Zo ja, hoe? Dat is een leuk verhaal. Nou, niet echt leuk. Ik had heel veel pijn. Kijk, ik zat op het kinderdagverblijf. Het Mouwtje heet het. En ik was 10. En toen was er, zeg maar, in het zand had je een heel groot houten klim iets. En je had een soort trappetje. Ik heb dit al zoveel moeten uitleggen. Er was een soort trappetje met van die houten balken als tredes. You get me? Ik ging er altijd op klimmen. En dan was ik op een gegeven moment hoog en dan had ik mijn arm erachter, zodat ik niet viel. En dan sprong ik er vanaf, ging mijn arm mee. Je voelt hem aankomen met mijn linkerarm. Ew, dat is echt zo vies. Dus ik klom er weer op. Yeah. En toen met mijn arm dus, zeg maar, dan zat zeg maar zo'n stang tussen mijn arm. Zodat ik niet viel. Dus ik stond er steady en te zwaaien, weet ik wat ik aan het doen was. En toen wilde ik springen. Het is echt gruwelijk. Ik weet nog als de dag van gisteren, 9 jaar terug. En ik sprong. En in plaats van dat mijn arm meeging, werd ik echt teruggetrokken. En ik hoor letterlijk krak. Ik hoor echt krak. Dus ik doe mijn arm los en ik kijk. Want ik denk, oh my god, ik heb dat ding gemold. En echt na, ik denk, pas 20 seconden dacht ik, nou,
ik voel me best wel rot een beetje. Maar ik had een vest aan, dus ik zag het niet. En toen ging het nog meer pijn doen en nog meer pijn doen. En echt pas achteraf dacht ik, wait a minute, die krak was niet dat ding, maar mijn arm. Dat ze van, ja, je moet wel even je vest uitdoen, Kes. Je moet wel even je vest uitdoen. Dus ik, ja, om even te kijken. En ik weet nog dat er 10 kinderen omheen stonden. Waarom lach ik dit zo veel pijn? En ik doe mijn vest uit en mijn bot steekt uit. Zeg maar, er zat nog huid overheen. Maar het was wel gruwelijk. Dus dat, leuk verhaal. Heb je een baan? Ik heb, nou ja, momenteel maak ik YouTube video's en treed ik een beetje op. Dus dat is mijn baan, zeg maar. Als je uit huis gaat, waar zou je dan willen wonen? Stad of dorp? Ik woon inderdaad nog thuis. Was ook veel aangevraagd. Ik vind het ook helemaal prima. Ik slaap lekker op zolder. En ik heb een goede band met mijn ouders. En mijn broer woont ook gezellig nog thuis. Dus ik vermaak me helemaal prima. En ik weet niet of ik... Amsterdam lijkt me wel tof. Maar ik woon nu in een dorp. En dat vind ik eigenlijk ook wel relaxed. Ik woon wel vlakbij het centrumpje van het dorp. Dus het is hier niet heel rustig of zo. Maar voor nu denk ik dat ik wel in een dorp zou willen wonen. Maar dan wel in de buurt van Amsterdam zoals nu ook. Wat vind je van ananas op pizza? Hartstikke lekker. Dit gaat comments opleveren. Maar wauw, wat vind ik dat lekker. Echt heerlijk. Pizza Hawaii, wel zonder ham. Ik hou niet van ham. Maar dat vind ik hartstikke lekker. Dit is ook wel grappig. Nou ja, het scenario is niet zo grappig, maar de vraag. Als je huis in brand stond en je mocht 5 dingen redden, wat zou je redden? Ik heb er dus nog niet over nagedacht, dus ik ga het nu right on the spot bedenken. Ik denk met 2 katten. Dat geldt voor 1, vind ik. Messie en sokje. Maar bro's. Nou, mijn ouders en mijn broer die kunnen zichzelf wel redden, denk ik. Anders ben ik in 1 keer klaar. Mijn telefoon. Oh, ik denk, ja, dat zou mijn vader ook wel doen. Maar, weet ik veel, een gitaar of zo, of een keyboard, denk ik. En ik denk kleding. Dat ik heel veel kleding meeneem en misschien even een mascaraatje nog in mijn broekzak stoppen. Dat denk ik verder. Oh, nee. Wow. Ik neem het terug. Ik zou heel veel foto's meenemen. Ik heb een heel groot bord op mijn kamer met allemaal foto's van vroeger, maar ook van nu. Dat zou ik ook meenemen. Ik weet niet hoeveel ik er zit, maar dat zou ik meenemen. Dat vind ik wel heel belangrijk, want die kan je niet meer allemaal terugvinden. En de laatste vraag alweer. Deze heb ik ook al eerder gezegd. Hoe oud was je met je eerste zoen? Ik was 12. Dat was best wel jong. Is dat jong? Laat maar weten of het jong is. Ik was 12. Ja, dat was niet zo bijzonder. Nou, dat waren ze alweer. En ik heb helemaal niet veel gegeten. It's a miracle. Wel 4 sloesjes en een tompoes. Hartstikke bedankt in ieder geval voor het insturen. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vonden jullie hem leuk? Vergeet hem nog vooral geen duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. Om zo op de hoogte te blijven van nieuwe video's. Doei doeg! Eita.